Maandenlang hebben ze binnen gestaan. En nu het lente is, mogen de koeien van boerin Toos eindelijk naar buiten. Voor het eerst. Maar ze staan niet echt te trappelen om de wei in te gaan. Die deur is een aantal maanden niet open geweest. En koeien zijn er aan gewend geraakt dat ze niet door die deur naar buiten kunnen. Maar je zal zien dat als eenmaal eentje op het idee is gekomen om echt naar buiten te lopen, dat ze allemaal achter elkaar naar buiten rennen. En inderdaad, als er één schaap rund over de dam is, volgt de rest. En neemt de lente bezit van de dames. Ze kunnen in de stal vrij bewegen, dat is het probleem helemaal niet. Maar bokkensprongen kunnen ze niet maken. Daar is niet genoeg ruimte voor en niet genoeg grip op de vloer. Dus ik denk dat ze, ja, ze voelen zich uitgelaten. Ze zijn er blij mee dat ze naar buiten mogen, de koeien. Van alle media-aandacht moeten de dartelende dames nog niet zoveel hebben. Toch went dat na verloop van tijd. En dan blijkt zo'n camera eigenlijk best wel interessant. Er zijn zelfs diva's die hun eigen 15 minutes of fame lijken op te eisen. Koeien zijn hele nieuwsgierige beesten. Dus wat dat betreft passen ze prima bij mij. En dat laten ze bij hier even zien, hè? Na een half uurtje buiten is het voor veel koeien welletjes geweest. Nog even een sanitaire stop. En dan terug de stal in. Het mediamoment zit erop. Tijd om uit te rusten. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.